I'm going to explain how you could send data from a high altitude balloon down to a base station. Essentially, this is done by using sound, and let's say a high note is a 1 and a low note is a 0. Then by using a whole sequence of those notes or bits, we can make a byte or an information packet, and let's say that's a capital H or just an information packet. So then by using this information packet, we could make a whole sentence, for instance including latitude, longitude, altitude and temperature, data which we could get from a GPS system. And when we receive this, we could parse this down to Google Maps, so everyone can see where it is at the time. Or we could use this information package to make up an entire image. And let's make that image packet up out of one sync byte, a packet byte, a byte for an image ID, then 2 bytes for a packet ID, because we're going to send an image consisting out of a whole bunch of packets. Then 1 for the width, 1 for the height, 2 for the MCU offset and 2 for the MCU index. Then comes the payload, so this is the real data. Then a checksum of 2 bytes, just to see if the information is correct. And if it's not correct, we could use forward error correction, which is Reed Solomon code, to correct some stuff that we didn't receive, which should have been correct. So it could correct it up to 7%. Alright, so now our package is complete. And let's add a whole bunch of packages to make up a whole image. So let's take 12. And now we let the computer convert them back to a little package. And then we let the computer combine those together, which makes our final image. And this is how slow scan digital vision works, SSDV. Nou, hier staat onze satelliet ontvangen. Staat op een mooi statief in mijn Yasuo 817. Die zit met een kabeltje in mijn computer. En mijn computer die ontvangt dan een signaaltje. Het signaaltje komt dan hier binnen, dat zie je hier. Zie je twee lijntjes. Wat er binnenkomt, dat is gewoon een frequentiemodulatie. Doet die Fourier transformatie op en dan zie je hier de bitjes. Dit is een 0 bitje, dit is een 1 bitje. En zo maakt die 101010 de ASCII code. En dat is precies wat je hier binnen ziet komen, wat je nu binnen ziet komen. Dat zijn JPEG'tjes. En er komt steeds een blokje komt er binnen. En nou, er komt steeds meer binnen en dat upload je automatisch naar de website. En is er ook nog een tracker, want eens in de zoveel tijd zul je zien, zoals hier, staat de P-data. En dan staat er de tijd, latitude, longitude. En dan stuurt hij dan ook weer door naar de server. En dan zie je dan hier, dan kan je ook nog eens zien wie het ontvangt. Dus als ik dan hierop zit, dan zie je dus twee groene lijntjes en dan zie je er twee binnenkomen. Hm? Oh ja, en dat was ook nog iets. We hebben de eerste kwartier hebben niks ontvangen, omdat ik het kabeltje had ik in het dingetje van de boxen gestoken in plaats van de microfoon. Dus dat was niet zo handig. Maar goed, alles doet het. En